Wij zijn op een missie. Wij moeten namelijk proberen om te ontsnappen uit het huis van de duistere Baldi. Ook wel Baldi zijn naam achterstevoren. En ik weet even niet hoe je dat uitspreekt. Vandaag gaan wij dat proberen. Vergeet deze video niet te liken. Sterker nog, ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kunt geven dan dat ik jou de duistere Baldi laat zien. Want ik denk dat hij daar staat. Jongens, de duistere Baldi. We hebben hem gevonden. Oké, wij moeten proberen te ontsnappen. Er zijn verschillende soorten dingen die we kunnen doen. We kunnen naar de kamer gaan van de makers van het spel. Oh. Die staan er gewoon. En we kunnen naar de teleporteerkamer gaan. There we go, guys. Oké. We hebben onszelf geteleporteerd. Waar zijn we? Waar zijn wij uitgekomen? Oké, laten we hier naar binnen gaan. Kan dat? Ja. Oh, jongens, dit is zo creepy. Oké, luister. We moeten proberen niet gepakt te worden door Baldi en zijn handlangers. Dit is kamer 486. Oké, we hebben in ieder geval een zaklamp bij ons. Ah, dit is een kast. Dit is geen kamer, dit is een kast. Oké, hier hebben wij een muntje, die nemen we mee. Hier springen wij overheen. Oh, jongens, daar is iemand. Oké, luister. Ik weet niet wie wij wel en niet mogen aanraken. Ik weet niet wie er... Ah! Oké, die hebben we op het... Oh, jongens, we gaan er gewoon snel langs heen. Nice. Oh, dit is zo creepy. Oh nee, jongens! We zijn in het nablijflokaal uitgekomen. Dit was niet mijn intentie. Oké, luister, we gaan gewoon weer door. We gaan gewoon alsmaar door. Ik weet niet wie deze rekenmachine is, maar goed. We zijn nu in een slaapkamer uitgekomen. Alleen worden we de hele tijd achterna gezeten door van alles en nog wat. Dat zijn al Baldi's en handlangers. Oh, daar is Baldi zelf. Nee! Baldi zelf zit achter... En daar is de pestkop! De pestkop, Baldi en de rekenmachine zitten allemaal tegelijkertijd achter ons aan. Daar is de uitgang. Maar wacht eens even, komen we daar dan niet juist vandaan? Ja, hier komen we vandaan. Oh jongens, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Dit is zo lastig. Ik moet proberen de juiste plekken te vinden binnen deze soort van hotelkamers, I guess. Alleen dat is een stukje makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk, hier is Baldi zelf namelijk. Oké, wacht, deze trap zijn we nog niet op geweest. Oké, wacht, misschien moeten we gewoon... Wat is dat? Is dat een hendel in de muur of zo? I don't know, ik zag wel iets. Hier hebben we een slaapkamer en hier hebben we ook een gang waar we nog niet zijn geweest. Hier hebben we de keuken met een of andere mini Roblox. Oh! Niet fijn dit, jongens. Niet fijn dit. Oké, we lopen snel deze kant op. Oh, jongens. Hier zijn alle Baldi's die er bestaan. Oh gosh. Hij zit letterlijk achter ons aan. Hij zit letterlijk achter ons aan, jongens. Rennen. Snel, we moeten naar boven. We moeten letterlijk naar boven. Snel. Oké, nice. Nice. We zijn letterlijk aan het ontsnappen op dit moment. Want ik ben hier namelijk nog niet eerder geweest. En dit ziet eruit als een super lange gang die ons naar de uitgang gaat helpen. Oh jongens, er is daar weer een Baldi. Oké, waar kunnen we naartoe? Daar is weer een gang. Dit is echt het spannendste Baldi-spelletje wat ik ooit heb gespeeld, guys. Baldi. Baldi. Idlib. Idlib? Dat zou Baldi achterstevoren zijn, right? Het is eigenlijk wel belangrijk dat ik dat weet, namelijk. Oh nee, hij staat voor de deur. Oh jongens, hij staat letterlijk voor de deur op dit moment. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Oh jongens, toch. Ik denk niet dat ik dit ga halen, to be honest. Oké, we gaan er gewoon doorheen. Oké, let's go. Oké, jongens, let's go. Let's go. Oh, jongens. Oh, jongens. En hier is nog een Baldi. Er zitten twee Baldi's tegelijk achter ons aan. Dit is zo creepy. Ik weet eerlijk gezegd echt niet wat ik zou doen in een situatie als deze. Waarin er gewoon twee verschillende soorten Baldi's tegelijkertijd achter mij aan zitten. Wat ik ergens gewoon helemaal niet prettig vind. Oké, waar ben ik nog niet geweest? Ah, wacht, hier ben ik nog niet geweest. Ik kan hier naar boven. Oké, nice. Oh nee, Baldi kan klimmen? Are you serious right now? Ik had eigenlijk gehoopt dat Baldi mij in dit geval niet zou kunnen bijbenen. Maar schijnbaar kan hij dat dus wel. Oh jongens, kom ik hier nou vandaan of ben ik hier nou nog niet geweest?
Ik weet het niet. Ik weet serieus niet wat ik doe, guys. Dit is zo ongelooflijk spannend. Ik zie een blauwe Baldi. Met welke Baldi zou jij willen chillen, jongens? De rode Baldi of de blauwe Baldi? Ze staan allebei voor me. Laat het mij hier beneden weten in de comments. Hier hebben we weer een slaapkamer. En to be honest, guys, ik start een nieuw spel op. Want ik denk dat wij het einde van dit hotel niet gaan vinden. Maar ik heb nog wel wat anders. Ik heb namelijk een soort van Roblox regenboog obby die ik nog nooit eerder heb gespeeld, maar die ik wel graag een keer zou willen spelen. En het erge aan deze obby is, hij heeft 1000 levels in totaal. Dat is serieus echt heel erg veel. Ik heb denk ik nog nooit eerder een obby gespeeld met 1000 levels in totaal. Het kan zijn dat ik deze obby al wel een keer eerder heb gespeeld. Maar ik bedoel meer van, ik heb nog nooit eerder geprobeerd om een obby te halen van 1000 levels in totaal. Op zich is het wel mogelijk. Ik ben benieuwd. Zou er iemand zijn die deze obby in één rechte lijn heeft uitgespeeld? Zou dat bestaan? Zou er echt iemand zijn die dat zou doen? Ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. Oh jongens, dit is zo lastig. Roze en blauw met elkaar gecombineerd. Ze werken samen tegen mij. Oh, dit is echt heel moeilijk. Nou, het is niet heel moeilijk, maar het is gewoon het idee dat je 1000 levels hebt die je moet halen. En vooral dat maakt het lastig. Dat je weet hoeveel levels er tegelijkertijd zijn. Ik ben nu pas op 1%. Terwijl voor mijn gevoel heb ik nu al gewoon echt letterlijk een stuk of 10 levels gehaald. Wat ook zo is. Maar samen is dat nog maar 1% van het totaal. Laat ik het zo zeggen. Oh god. Ik ben ook nog geen één keer ingegaan. Of ingegaan? Ingemaakt. Ingemaakt of gevallen. Nog geen één keer. Dat is op zich best wel nice, to be honest. En de bedoeling is natuurlijk dat ik op nummer 1 van de leaderboard beland. Momenteel staat iemand bovenaan. En dat ben ik niet. En dat moet ik dus proberen te verbeteren. Zou er eigenlijk ook een volledige obby bestaan gemaakt van goud of diamant? Want tegenwoordig bestaan er echt obby's in alle soorten en maten. En elk soort thema wat jij kunt bedenken, daar hebben ze ooit wel eens een keer, ik viel naar beneden, een obby van gemaakt. Vandaar dat ik benieuwd ben of er een obby gemaakt is van goud of diamant. En als jij nou zou mogen kiezen, en jij zou een obby mogen hebben in je tuin. En als je geen tuin hebt, dan heb je gewoon even een tuin voor het idee. Wat voor soort obby zou jij dan in de tuin willen hebben? Zou dat een SpongeBob obby moeten zijn? Zou dat een lava, laser of spikes obby moeten zijn? Of juist een hele vrolijke soort van regenboog obby zoals deze? Of misschien wel een slime obby? Dat is op zich ook best wel handig, want slime is redelijk prijzig. Ik bedoel, slime kost een hoop geld. Dus het zou fijn zijn als je een obby in je tuin hebt staan gemaakt van slime. Dan kun je gewoon elke keer een stukje van de obby afbreken. Wanneer je lekker wilt kneden, stretchen, drukken, whatsoever. Er zijn zoveel verschillende soorten dingen die je met slime kunt doen. Oké, guys, we almost did it. Cookies! Yes! Oh nee, jongens, ze zien er alleen niet allemaal symmetrisch uit. Ze hebben wel allemaal 4 stukjes chocolade. Alleen sommigen hebben het op de ene manier en anderen op de andere manier. Er zijn serieus mensen die daar echt heel erg slecht tegen kunnen. Als er meerdere dingen naast elkaar staan, maar de ene die staat bijvoorbeeld schever dan de andere, et cetera, et cetera. Tot nu toe gaat het best wel goed, to be honest. Alleen word ik er een beetje bang van dat ik nu pas op 3,5% van de obby ben. Terwijl ik voor mijn gevoel al zo lang aan het spelen ben. Oh jongens, gaan we haar inhalen? Jongen versus meisje. Wie gaat er winnen? In dit geval. Meestal winnen de meisjes, maar ik wil ook een keer winnen. Yes, ik heb er ingehaald. Maar nu moet ik natuurlijk proberen ook ingehaald te blijven. Of niet dat ik ingehaald blijf, maar dat ik haar blijf inhalen. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Dat ik voorop blijf lopen. Dat is de bedoeling. Ik ben wel benieuwd hoor. Een obby met 1000 levels. Wat voor prijs zou daar wel niet tegenover staan? Er moet toch wel een soort van prijs zijn die je krijgt wanneer je dit dan haalt. Ik kan me dat bijna niet voorstellen dat dat er... Oh, serieus jongens? Come on. Yes, I made it. Het is zo irritant dat er elke keer dingen in beeld komt te staan van, wil je dit kopen? Wil je dit kopen? Het gebeurt altijd in Roblox. Er staan altijd van die notificaties in beeld of je dingen wilt kopen. Wat voor soort meldingen vind jij het irritantst? De melding dat je telefoon bijna op is? Omdat je dan bij jezelf denkt, moet ik de oplader weer zoeken? De melding dat je nog huiswerk moet maken? Kan natuurlijk ook. De melding van Robux, dat je iets moet kopen of dat je iets kunt kopen en dat je dan misschien afgeleid raakt in een obby, dat kan natuurlijk ook. Laat in de comments weten, wat vind jij de allerirritantste meldingen? En wat vind jij de leukste meldingen die je kunt krijgen? Dat er een nieuwe video online staat?
Zou kunnen. Of misschien wel iets anders. Dat er een korting is bij de McDonald's. Een soort van 2-in-1 deal of zo. I don't know. Oké, guys. There we go. Ga je me nou vertellen dat dit multiple choice is? Oh. Why? Waarom doe je me dit aan, jongens? Waarom doe je me dit aan? Oké, come on. Oké, ja. Ja. Yes, we made it. Oké, dat was best wel nice. Ik heb nog nooit zo snel een multiple choice gehad. En het lastige aan die multiple choice was ook... Het was aan beide kanten wit. Dus het is niet groen of rood of blauw en geel. Nee, het is gewoon aan alle beide kanten dezelfde kleur. Ik ga nog één level halen en dan sluit ik de video af. Dus... Lekker zweven. Dus bij deze alvast bedankt voor het kijken. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet hem dan zeker niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal, kan geheel gratis hier beneden. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.